Ik ben niet uh, in één keer totaal andere mening, een ander gedrag, andere gedragingen. Ik weet niet wat ze zagen, in, of waar ze bang voor waren, wat ze zagen in, maar toen ik een kind was. Of uh, waar ik allemaal doorheen ben gegaan, waardoor een hele trauma programmering en alles overheen gelapt moest worden. Om uh, daarin uh, te verdrinken weet ik niet. En voor hun die echt snappen en misschien wel weten: geld interesseert mij geen recht. Ik doe niks voor geld. 1100 euro per maand. Wat Doen we er dan wel mee? Mensen snappen niks uh, van pijnen uh, en dat soort dingen. Snappen ze niet. En uh, wat even. Dit draait niet om geld. Dit draait om principes. Dit draait om uh, eerlijkheid en zo. Alles wat er gaat komen het draait niet om geld. Dat kunnen mensen ook niet inkleuren. Maar dan moest ik even voor jullie inkleuren, toch? Jullie hangen daardoor meteen in gierigheid. Het moment dat ik de juiste vraag begon, snel uh, jij begon met liegen. Denk daar maar aan, dat is waar alles begonnen is, wat niet nodig was. Waardoor het nou uh, landelijk, zometeen, misschien wel uh, internationaal nieuws de wereld overgaat. Terwijl je het, ge het, het, uh, het uh, geheim alleen uh, voor mij uh, onhuld kon worden. Hè? Onthoud gewoon degenen die er allemaal aan al meegedaan hebben, dat je je hele gezin, familie, alles om je heen. Zelf kapot heb gemaakt door alle gierigheid waar je in zat. Dus als zometeen die politie komt, ga dan niet als een kip zonder kop rond je zinnen door huis. Of uh, instort huilen in een hoekje. Realiseer je gewoon, dat, dat, dat is wat je verdient. En sommige mensen die zullen nooit op mijn level komen. Dat heb ik nou wel gezien. Die willen ook uh, graag in het duister blijven hangen. Dus ja... Blijf dan ook gewoon lekker daar hangen. Alles realiseer ik me ook gewoon hoe beschermd ik ben. Dat het gewoon. Het is al gewonnen. Zodra vijanden tot het besef komen om het maar een naam te geven of zo. Het dringt vanzelf wel tot ze doden. Ik heb het idee dat het een heleboel al uh, bij, bij ze doordringt. Dat is waarom ze in een slachtofferrolletje gedoken zijn. In één keer. <laughs> Iedereen weet hoe slim de mensen zijn, dus zien gelukkig hoe duister het is ook. En met alles wat ik nu uh, gezegd heb, daar waar de waarheden zijn, kunnen mensen zelf ook wel inkleuren dat hun die dood zijn. Zelfde de ancestors <laughs> en familie. Aan wie z'n kant staan ze, denk je dan? Er ligt ook niks meer uh, in het verleden wat uh, uitnodigend is. Voor al die opties die er in de toekomst komen. Niks meer. En zo geldt dat voor alles. Zoveel opties. Wil ik jong, wil ik oud. <laughs> Welke kant zo meteen de, de tv-shows, talkshows en zo. Comedy shit. <laughs> J Jullie hebben zelfs mijn haters nieuwsgierig gemaakt. En zodra die wiel omdraait, is het niet meer leuk hè? Sommige smerigheid als dat naar boven komt. Kinderhandel en dat soort shit. Uiteindelijk. Uh, met al dat gejoemel, gevroemel. Met de adoptiepapieren en zo. Zit, zit ik nu op mijn derde idee? <laughs> en bij mij telt zo zwaar: hè? natuur, dieren, kinderen. Als daar. En mensen weten zelf wel met uh, dingen wat ze verkeerd deden, dat ik zei: van, wat ben je allemaal aan het doen? En dan: uh, ah, nee, 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 vindt hij lekker aangeraakt worden? Ja. Vieze mensen overal. Echt, bakstenen, doek, loopt water in. En iedereen weet uh, hoe ik met kinderen ben. Iedereen weet hoe ik met kinderen ben. Jullie kunnen liefde niet onderscheiden, echt. Uh. Mijn liefde is groot en mijn liefde is puur. Echt. Niks vies aan. Deze gooi ik er ook even uit, want deze heb ik ook nou al een paar keer gevoeld, gedacht. Nee. <laughs> Sommige dingen gaan op generaties, dus uh, laat ik het anders inkleuren en uh, niet weten of dat om mij gaat of om de generatie hiervoor. Maar uh, ik ken het ook gewoon, een 60-jarige vrouw, iemand uh, seks gehad met iemand van uh, 18, 20. En ik weet niet of uh, dan uh, mijn echte moeder dat is, of uh, het kind daarvan, of dat ik dat ben. Maar uh, zoals ik al zeg, uh, het is uh, verwarrend als je zoekt naar antwoorden. De mensen blijven liegen. Je het spiritueel moet inkleuren. En uh, ja, dat, die spirituele dromen. Uh, dan ziet er alles, ziet er als spirits uit. Dus uh, geen vlees, geen kleur. Het is lastig. Ik word er beter Maar het blijft lastig. En uh, ik wil er niet te veel hoofdpijn aan breken. Dus spreek ik het wel uit, blijft het niet hangen. En zo je natal chart en niet weten wat je horoscoop is, omdat je ID-kaart... Meegejoemeld is, ja, dat, dat is een, dat is een uh, remming. Die tel ik ook heel zwaar mee. Heel zwaar. Tegelijkertijd zijn uh, sommige dingen inkleuren. Lijkt het niet uh, om mij te gaan of willen ze dat inprinten of zo? Moet ik... Zijn dat hun, uh, hun waarheden eigenlijk? gaat het echt veel verder als dat qua adoptie ge gemaakt gecreëerd zijn zeg maar en het gesjoemel bij uh, met adoptiepapieren en zo echt uh, me ergens verstopt hebben dus ja wie is dan mijn vader wie is dan mijn moeder Willen ze natuurlijk dat ik verdrink in de zoektocht en het denken? Is het gewoon dat ik wel in ieder geval weet uh, wat de leugens zijn? Ja. <laughs> ja, alles is uh, fake, alles is nep. Het is uh, lastig iets, maar uh, ik ben er nog steeds. Ik weet alleen niet uh, wie. <laughs> Heel veel lafaards, gewoonomijn. Dat heb ik wel echt gezien. Zoveel mensen die me iets konden geven aan informatie. Wat me veel verder zou helpen. Mensen echt het tegenovergestelde gedaan hebben. En uh, de dingen die ik dan uh, verkeerd heb gezegd ofzo. Mensen die daar dan op achter mijn rug over en slecht over me zijn gaan lullen. <laughs> ja, uh, die, die gaan uiteindelijk uh, vanzelf inzien. De verwarring. Maar vooral wie je uh, minder waar wou hebben. <laughs> en daarom moest gewoon... Uh, ben ik overal in meegegaan. Zonder mijn ziel te verkopen. <laughs> Dan maar aan spirit plakken. Zoveel mogelijk aan spirit plakken. Voeten op de grond. Al heb ik met alles. Nog steeds. Niet het idee dat ik uh, dingen verkeerd gezegd heb. Dat ik het wel doe met mijn manier van praten hoor, en met mijn manier van begrijpen ofzo. Maar dat de slimmere mensen precies weten wat ik bedoel elke keer. Gaat het dan meer om dat de mensen echt leugens hebben verspreid? Die echt zo nergens omgaan en uh, zo makkelijk uit te wissen zijn? Heel makkelijk, alleen... Uh, <laughs> Sommige mensen heb ik af en toe op straat bij kunnen praten. Zoals, uh, en ik weet dan niet of uh, hun ergens ook bij, maar dat idee heb ik niet. Maar dan denk ik wel, ik ben niet ernaar op zoek. Ik ga het niet zoeken. Maar als ik ze tegenkom, ga ik de juiste vragen stellen. En dan weet ik precies hoe zo'n, uh, of uh, een Remy of een Timo, of al dat leugens hebben gekregen van een BV. <laughs> hoe ze daarmee omgegaan zijn en hoe ze ermee omgaan wanneer ze me tegenkomen. Als ze nergens bij horen. En, en zo is gewoon alles en iedereen die mij lastig heeft gevallen. Hetzelfde met die manuela met de simkaart. Er zijn zoveel bruggen, zoveel connecties. En zelfs vanuit daar zijn er dan weer connecties, bijvoorbeeld naar andere klasgenoten. Dus is gewoon alles. Uh... Mensen hebben zichzelf echt. Uh... zijn echt misleid door de duivel. Echt misluid. Want ik ga mezelf niet als een eend verkopen of zo. Maar ik weet wel hoe mensen mij uh, hebben meegemaakt met in elke opleiding, elke klas waar ik zat. Ben ik gewoon uh, mezelf uh, in ieder geval geweest. Heb ik gewoon een paar dingen achterwege gelaten, wat niet hoeft of zo. Hebben we het bij streng gehouden. Maar de laatste tijd ben ik echt alleen maar om het lachen, om alles. Uh, voel ik zelf ook wel dat ik iets gemeener kan doen. Want ja, eerder uh, was het de liefde naar uh, bepaalde mensen die dat weerhield. Maar die is er niet. Maar ik wel gewoon bij mijn eigen normen en waarden blijven. Veel van die lafaards die er allemaal leugens over me gespreid hebben, dat zijn gewoon mensen waar ik. Uh, niet slecht over zou praten, niet slecht over gepraat heb gehad. <laughs> dus die hebben zichzelf, uh, ik, die lopen straks gewoon op hun eigen blaren, omdat ze te veel hebben gelogen. Terwijl een, een donker. Uh... Ja, sommige dingen wil ik niet manifesteren hoor, maar uh, het lijkt alsof er uh, ergens geschoten gaat worden. <laughs> Ik kan geen kogels tegenhouden of zo, <laughs> maar ik zal ze ontwijken. Als het niet naar mij toe maar naar jou toe komt, zou je het wel verdiend hebben. Ik weet niet of je ze ook kan ontwijken, of, of jouw uh, bescherming ook om je heen is. Als je, je, je niet uh, een vleugel van justitie aan het zoeken bent en uh, wacht tot uh, je, je duivel of uh, mijn godje je kon beantwoorden. Iedereen die het uh, voelt, die weet wel. Alle vervloekingen. Uh, zijn er één iemand verbroken. Misschien dat sommige andere mensen weggehouden worden van mijn informatie nu nog. Sommige en of. <laughs> dat uh, extra aan het vervuilen zijn. Maar, uh, je je, je zou maar... Uh, Familie van me zijn en straks de informatie op de NOS moeten horen. <laughs> Schrikkelijk, ik kan echt alleen maar om de dingen lachen. Het is echt belachelijk. Zal ik zal <laughs> wel. Nee, ik ben niet gek. <laughs> nee, het is meer gewoon lachen als een boem met kiespijn. En niet alleen hier uh, zie ik omheen. Uiteindelijk heb ik die kracht ook maar gewoon moeten zetten op het internet. Is het alleen dat ik niet naar jullie op zoek gegaan ben, maar dat jullie, eh... Uh... <laughs> Andersom, hè? Ik was er echt gewoon, eerlijk, alleen maar plus, 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 plus. Ja, <laughs> als er alleen maar uh, minnieën terugkomen, dan uh, houdt het daar een tijdje op, toch? Da 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 Daarna zijn dingen alleen maar duidelijker geworden. Smerig, <laughs> vies, duister. En ik weet niet wie er zometeen met een verrassing voor me komt. positieve. Maar uh, ik neem aan dat je snapt dat ik de dingen op de weg schaal leg. En uh, eh, dat, dat ik iets krijg, betekent niet dat ik je er iets voor terug moet geven. Ik hoop dat je dat ergens uh, wel uh, snapt of zo, of bij jezelf bevestigd hebt. Dat uh, hoe klein of hoe groot uh, je betrokkenheid hierbij was. Niemand uh, is uh, groot genoeg geweest om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Niemand. Jullie gaan allemaal wachten tot de straf komt. <laughs> Niet piepen als de straf dan ook komt. Je gaat vanzelf om je heen zien dat de domino's aan het vallen zijn. En wie oplet ziet dat het al bezig is. Sommigen hebben misschien slim gedaan... Uh, het verhaal is echt zo groot. <laughs> zo groot. Dan kunnen we mijn Bijbel kunnen beschrijven. Het was echt zo groot dat ik met sommige mensen wel snap. Uh, dat je aan uh, die kant. Uh, ik hoop dat je zelf uh, voor balans hebt gezorgd dan. Dat kon ik niet voor je doen. Straks de belasting en uh, de politie. Oh, echt. Uh, Echte analisten. Maar hey, nog steeds uh, de leger dingen. Heb ik wel het idee dat ze uh, hem ook uh, gebruikt hebben. En, en wij ook uh, misbruikt hebben. Ik weet niet hoe ze dat denken goed te maken. Want, uh, ik had een uh, plan. Ik had uh, hoe ik dit ding al doen. Dat is een stuk anders dan die chaos uh, die jullie veroorzaakt hebben. Echt de duivel die andere mensen alleen maar misleid hebben. Blijven uh, verleiden. Dingen alleen maar erger maken. Mensen konden bij hun ziel komen, maar dat is alleen maar verpest. En hun die uh, ook de juiste dingen hebben proberen te manifesteren. Ik denk... Uh, Oogcontact gaat alles zijn, want wie uh, energie gaan sterk zijn, laat ik het zo zeggen. En ik ben ook gewoon echt uh, niks meer aan het volgen, niks meer aan het kijken. Uh, iedereen uh, stikt en uh, verzout maar lekker in die zee. Die mensen zijn echt zuid, al mensen zijn zo verzout. Ga ik nooit meer uh, zoet kunnen maken. Dat kan alleen nog maar zuur raken. Hè? Wat moet ik met al dat verzuurde vergif? Iedereen die in één keer uh, het gevoel gaat krijgen, of de behoefte of zo. Dat, dat, dat je me in één keer wil helpen, iets voor me hebt. Je moet echt niks terug willen. We klaar met al die spelletjes. Zo zijn er ook mensen die. Uh, denken dat hun karma niet komt. Ra. Lijkt erop dat voor sommigen hun karma gaat zijn om ze gaan zien wat mijn dharma is. Als ik uh, me meer dan 1100 euro per maand heb, gaan we natuurlijk ook meer uitgeven. Lijkt erop dat ze willen dat ik. Uh... <laughs> Waarom moet ik zoveel haters hebben? Wat is de bedoeling? <laughs> en ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar uh... lijkt het lijkt alsof ik zelfs land ga terugkrijgen ofzo. <laughs> <laughs> het is spiritueel. Dus ik weet niet. Uh... Nou, ik deed het nou al zes keer. Dit gaat echt zoveel uh, <laughs> verder dan dat ik zelf ook realiseer. En, uh, ik zie al hoe groot het is, dus dit is echt... Uh... Daarom ook al die poppenkast, daarom ook uh, al dat gekopieerde, al die afleiding. Zodat mensen maar niet echt weten wat er speelt. Maar ze hebben wel uh, Janette Onsterbaard Pizza Gate gekeken lijkt me ook gewoon alsof uh, dat alleen spiritueel is, dat in die vorm uh, of mijn vorige levens, of wel dat wat uh, mij toekomt, omdat uh, door adoptie wie ik echt ben dan uh, dat het meer uh, laten zien, uitrekenen is. Hoeveel het iedereen uh, me, me schuldig is of zo. Uh. Ik, ik verwacht niet een berg met allemaal muntjes. <laughs> Wat niet hier in mijn huis past. Dat is onzin natuurlijk. Sommige dingen is het lastig om in te. Sommige mensen zijn me gewoon zoveel verschuldigd. Er is al zoveel gestolen, zoveel uitgegeven. Dat sommige dingen anders berekend moeten worden ofzo, het is echt. Uh... 55 minuten. Ja, als ik uh, niet elke keer op pauze had gedrukt, dan uh, waren we al op 2 uur. <laughs> ik, heb wel... ik ben gewoon nooit aan de rollen ondertussen ook. En YouTube, heb je zeker mee te maken. Kan iedereen leuk overdoen, lachen, weet ik het allemaal. Maar echt kijkcijfers, uh, terugdraaien, uh, weergaven en zo. Uh, het uh, verstoppen in algoritmes. Volgens, uh, volgens mij heb ik de IP 121 of 122. Maar al kijk je bij de hele analyse van de hele pagina, staat er 253. Zo gebeuren er echt een heleboel gekke dingen. Uiteindelijk denk ik echt: als alles onderzoek, want dit zegt zo groot, je hebt veel meer mee te maken. Net als dat ik nu op mijn derde telefoonnummer zit. Als alles, als ik alles en iedereen aanklaag, is niet normaal. Dan snap ik uh, alles wat erop afkomt. Maar uh, dat is gewoon uh, ook gecreëerd door jullie zelf. Dan, uh. Jullie zijn die energie gaan creëren omdat ik geen slechte intenties voor jullie had. En als dit zo groot is, dan heb ik ook de banken mee te maken. En dan gaat alle, alles en iedereen gaat zijn straf krijgen. Alles en iedereen. Ook als de kerk hier mee te maken hebt. Gaan hun het ook voelen? Gaan hun ook op het nieuws komen? Nog, nog meer slecht nieuws over het geloof. Goed gedaan allemaal. Wanneer dit klaar is, lijkt wel. Dan ga ik echt een hele full body MRI-scan krijgen, MRI krijgen. Gaan ze mijn hele lichaam onderzoeken. Gaan ze hele psychologische testen en alles doen. DNA-dingen. Gaan ze echt onderzoeken. Ik weet precies hoe oud ik ben. Soms lijkt het alsof het al gebeurd is, maar het is niet gebeurd in het verleden. Dus gaan die dingen in de toekomst gebeuren? Dus zijn dingen al. Ja, uh... nou, het is zo. Ik heb al besloten dat de dingen zo zijn. Ik heb alles al ingekleurd, wie wat, hoe waar. En met sommige mensen. Sommige wensen heb ik als ik mogen dicht doen meditaties, heb ik een glas water met rijst gegeven. Het maakt niet uit uh, hoe lief, aardig of wat dan ook ik naar de eerste doe, maar zie ik gewoon aan uh, wat uh, zuiver blijft, wat vies wordt. Maar uh, spelen mensen spelletjes, dus spelen we het spelletje mee. Maar ben ik wel klaar met spelletjes spelen. <laughs> en dus. Uh, fuck ik dat ook gewoon heel simpel, na een tijdje ben ik er gewoon klaar mee en ik weet niet of ik organen mis wat mensen mij gaan doneren maar ik weet niet of ik iets ga doneren, ik weet niet of dat iets is uh, wat ik niet ga doen of dat iets is wat ik uh, ook, ook ga doen o ook nog, na nou dit alles hier dan. Dus uh, als ze me verbranden, wil ik niet dat iemand mijn hart krijgt of zo. Verbrand me dan maar gewoon. Als ze me wel weten te vermoorden. <laughs> of misschien ben ik morgen wel gewoon dalt. Uh, <laughs> je weet het nooit. Ja, uh, yeah. ik heb de toekomst al gezien. Gaan nu 110 worden of zo? <laughs>